opbouwen, gemeente, vergunningen vragen, politie, moet allemaal gekeurd zijn. De Koninklijke Harmonie Broederband heeft het druk met de organisatie van een rommelmarkt. En dat is nodig, want van stilzitten komt er geen geld in het laadje. Ook Koninklijke Harmonie Vrucht in Deugd is een vereniging die jaarlijks heel wat activiteiten organiseert om hun kas te spijzen. We hebben serieus wat onkosten elk jaar. Je hebt een juniorendrumband, je hebt een seniorendrumband, je hebt een harmonie, je hebt een toneelvereniging. En ja, daar moeten regelmatig ook instrumenten aangekocht worden, et cetera. En om dat allemaal te bekostigen, organiseren wij hier die restaurantdag telkens op de laatste zondag van september. Mama, welke tafel? We hebben heel veel vrijwilligers in onze gemeente, niet alleen bij de vereniging, want we hebben 365 verenigingen, maar ook in rusthuizen, in dorpsrestaurants, mensen die vrijwillig gaan meewerken. En dat is heel belangrijk voor een gemeente. Als we die vrijwilligers niet zouden hebben, dan hadden we geen evenementen, hadden we geen leuke activiteiten zoals vandaag deze rommelmarkt. En vandaar onze grote waardering voor de vrijwilligers, die doen dat volledig gratis. Het steekt er enorm veel tijd in en maakt eigenlijk dat onze gemeente heel goed leeft. Dat is goed voor de warme samenleving. Om dat harde werk te belonen, organiseert de gemeente tweejaarlijks een vrijwilligersfeest. Ik vind het schitterend dat de gemeente Riems ons wil belonen, in die zin dat de vrijwilligers dan eens die avond eens in de bloemetjes gezet worden. Dat is magnifiek en wij waarderen dat heel erg. Daar moeten we bij zijn. Hè? Iedere keer allemaal samen. Ik vind dat moet kunnen, hè? Zonder vrijwilligers. Als iedereen moet betalen gaan, dan kunnen we beter stoppen. Dus dat is heel belangrijk. Dit jaar gaat het vrijwilligersfeest door op vrijdag 10 oktober in Zaal het Paanhuis. Wie erbij wil zijn, moet voor maandag inschrijven.